Ik werk hier op Rose Eiland binnen het Sarfati Huis in Amsterdam. En Peter, die op de achtergrond zit, is een van mijn cliënten. Wat bijzonder is aan Rozeneiland is dat het een afdeling is die biedt die aan bewoners met een LHBTIQ-achtergrond, zonder daarbij het gevoel te hebben veroordeeld te worden. En dat maakt deze afdeling zo ontzettend bijzonder, denk ik. Dit is mijn kamer. Ik uh, woonde in Haarlem, als, uh, als alleenstaande. En dat ging niet meer. Dat uh, ik at niet meer en uh, nou, ik deed gekke dingen, gaf mensen geld of uh, hele vreemde dingen. En toen heeft een, uh, een nicht van mij die heeft me geholpen en uh, die keek uh, waar ik het beste zou kunnen wonen. En dat was hier. Ik ben naar een andere instituut geweest, maar daar uh, ja, dat voelde niet goed. Nee. Waarom niet? Ja. Weet je, ik ben heel actief geweest in, uh, in uh, Haarlem en dan hoeft iemand maar te zien van, hé, hey, dat is die poot van het COC of zo, weet je. Dat kan uh, snel gebeuren. En hier ben ik eigenlijk een beetje, ben ik anoniem. Hoe ervaar je dat hier anders dan, dan op die andere plek? Dit is prettig. Dit is gewoon een huis en dat voelt ook zo uit diverse onderzoeken, onder andere van het Nationaal Ouderenfonds blijkt wel uh, dat sommige mensen met een homoseksuele achtergrond uh, toch terug de kast ingaan als zij op een, uh, een reguliere verpleeghuis, dan verzorgingshuisafdeling uh, komen wonen uit angst uh, te worden gediscrimineerd, te worden gepest, uh, te worden buitengesloten. Ja, waarom heb jij er dan specifiek voor gekozen om hier te gaan werken? Uh, ik ben zelf homoseksueel, ja en uh, Natuurlijk speelt het mee. Hè. Ik, ik heb er ook voor moeten vechten om mezelf te zijn. Um, op een heel andere manier als de generatie mensen die hier wonen. Uh, maar toch voel ik denk ik wel redelijk aan uh, ja, hoe het is om, om, om toch, ja, jezelf anders te voelen. Er is gewoon een hetero norm. En uh, uh, als je spreekt met mensen gaat het altijd: heb je kinderen? Hoe is het met je vriendin? Uh, uh, en telkens moet je dan toch weer uitleggen: nee, ik, uh, ik heb een vriend. Ik val op mannen. Uh, en, en, en ja, hier is het heel vanzelfsprekend. Je hoeft hier niets uit te leggen. En, en dat is waarom ik me hier heel erg prettig voel. En wat de bewoners ook, ook voelen, hè. Er is hier geen oordeel. Het is, uh, ja... Je kunt jezelf zijn. En wie is dat, dat jongetje? Dit jongetje. Ik stond toen aan de tafel, hier aan een tafelkleed. En ik kan herinneren dat het bij mijn grootmoeder was. Ja. ja. Hoe lang is dat geleden? Ik ben nu bijna 70, dus uh, nou... Ik weet het niet meer dan. Ja? Een gezin zoals het uh, hoorde. Vier kinderen en een man en een vrouw. Ik denk dat ik zestien was. <coughs> ja, ik uh, werkte toen bij een, uh, kous nee, een uh, schoenenwinkel en uh, ik moest uh, schoenen wegbrengen naar een, naar een schoenenman. En die man <coughs> die pakte die schoen voor mij en die ik ging met die schoen zo in mijn kruis en daar, 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 daar ging iets in me heen en dat was denk ik het begin van mijn homoseksualiteit. Mm -hmm. Lag dat dan aan die schoenenman die onwijs dat knap ik, ja, was? Ja, absoluut aan die schoenenman. Nee, het was, heel, het was gewoon een vieze man. En uh, ja, toen was het, uh, toen, dat was het eigenlijk. En toen ben ik gaan zoeken. Heb je dat lang voor je gehouden of heb je dat direct aan iedereen verteld? Nee, niet meteen. Nee, 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 nee. Ik weet, ik weet ook niet meer hoe dat, hoe dat ging, maar het is langzaam. Uh... Zagen mensen dat aankomen? Dat denk ik wel, ja, dat mensen dat zagen. Ja. ja, dit is ja. ook een vriend geweest en uh, dit is mijn vader en dat is mijn moeder. Mijn uh, vader zei, dat is, een, uh, dat is een poot, dat kan ik me nog herinneren. En toen zei mijn moeder, dan ben jij dus zeker ook dat je het zo goed ziet. En er is nooit meer over gesproken. Maar nooit meer over gesproken omdat het een soort van taboe was of omdat het gewoon zo was? Het was zo. Bij mijn moeder was het zo. Ja. En het ja. Is ook, er is ook nooit meer over gesproken. Je bent wie je bent. Wat ik leer van de bewoners hier is dat respect iets is van alle tijden en, en, en totaal niet samenhangt met een uh, seksuele voorkeur. Hè? Uh, 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 het heeft te maken met uh, waar je je thuis kunt voelen, omringd door mensen die, uh, die je waarderen, om wie je bent. Dat het eigenlijk helemaal niet zoveel met seksualiteit uh, te maken heeft. En, en dat is dan ook wat, ik, uh, ja, dat is wat mij heel erg bijblijft. Ik heb drie keer samen, drie keer samen gewoond. Ja. Wat vond je van uh, hoe andere mensen in de buurt daar naar keken? Daar kijk ik niet naar. Ik wist gewoon wie ik was. En als ze als dat deden, dan. Ja, dan uh, ja. Maakt je niet uit? Nee, dat maakte me niet uit. Nee. Ik vind de Gay Pride een, een heel goed initiatief om, uh, om, om de samenleving te tonen uh, dat wij er zijn, waar wij voor staan uh, en dat we er gewoon bij horen. En uh, dat respect gewoon is wat ons zou moeten verbinden. Hè. Wat vind je van de Gay Pride? Ja, moet ik daar nou iets... Moet ik, moet ik, nou, weet je uh, niet, ga je ergens is, naartoe? Vind je het, het belangrijk is. dat is? Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Het is al zo lang. Zo, ja. Nee, dat is prima toch? Ja. Maar waarom is dat dan belangrijk? Omdat het belangrijk is. Als je naar de supermarkt gaat, uh, je wordt soms toch raar aangekeken. Zeker als je hand in hand loopt met een jongen. Uh, op straat ook wel. Uh, ja, uh, ongeacht welke stad dat is, denk ik. Uh, zodra je buiten het centrum komt, dan is dat toch even oppassen geblazen. En dat is hier op uh, de plek waar we nu zijn echt heel anders? Dat is hier heel anders. Uh, zowel medewerkers uh, als, als bewoners kunnen echt zichzelf zijn en, en kunnen spreken over wat ze ervaren hebben in, in de liefde en intimiteit. En dat met elkaar delen. En dat maakt wat het zo mooi uh, is aan Roos Eiland.